In de stad Kortrijk kan je al 3 maanden lang overal kunstwerken zien in het straatbeeld. Het kunstfestival Plei Kortrijk is een groot succes. Aanvankelijk mikte de organisatie op zo'n 10.000 bezoekers, maar een veelvoud is al langsgekomen. Dat zegt Mathieu van der Sompel, communicatieverantwoordelijke bij Plei Kortrijk. We hebben eigenlijk bemande locaties, door jobstudenten vooral, waar dat zij bezoekersaantallen tellen. Maar daarnaast hebben we eigenlijk ook een groot aantal buitenkunstwerken, zoals de banken bijvoorbeeld van Jeppe Heijn, zoals de sloop van Paula Pivi, zoals het voetbalveld van Priscilla Monge, waar er niemand bij staat en er ook heel wat bezoekers zijn, maar die worden zelfs niet geregistreerd eigenlijk. Dus het is wel een succes te noemen. Het succes is te danken aan de vele partners, waaronder Buddha, het Mediahuis en Roularta. Daarnaast is het ook voor de kinderen een leuke kennismaking met kunst. Wij zijn op school bezig met een project over Stad Kortrijk. Het is natuurlijk handig meegenomen dat wij hier Plei kunnen uittesten. Het is heel leuk voor de kinderen. Het zijn een keer andere activiteiten die we anders niet kunnen doen. Kunst kan je ruim zien. En dat is heel leuk om hier een keer naar beneden te rollen. Dat doen ze heel graag. Naast rollen kunnen de kinderen ook springen vanaf de broeltorens. Spelen zorgt voor verlichting van de geest. Een volgende editie wordt dan ook niet uitgesloten. Het was de eerste editie. Een opvolging is mogelijk. Er blijven sowieso enkele onderdelen van Plei staan in het straatbeeld. Bijvoorbeeld de banken van Jeppe Heijn. 1 bank werd aangekocht. Dus die blijft ofwel hier staan ofwel op een andere locatie in Kortrijk. De installatie van Frederik van Simay aan het muziekcentrum Trek blijft bijvoorbeeld ook staan. Dus er blijven elementen van Plei aanwezig in het straatsbeeld. Als er een vervolg komt, zou dat binnen 3 jaar zijn. Dus in 2021 dan. U kan nog tot 11 november spelen in Plei Kortrijk.